Als ik, broeders en zusters, eens iets tegen mijn vrouw zeg, nou is dat woordje eens eigenlijk niet zo gepast, want dan lijkt het net alsof we nooit met elkaar praten, maar dan is haar reactie heel vaak zekers te weten. Zo zegt men dat op de Utrechtse Heuvelrug. Je bent er vast van overtuigd, zekers te weten. Ik weet niet hoe u de getuigenissen van beide broeders hebt ervaren, maar het is zo mooi om te horen hoe God van je vraagt. Je zingt wel meerdere keren in je leven, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer en maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Maar dit is de essentie daarvan. Loslaten, zodat God kan vullen. Ik wil vanmorgen in uw midden iets zeggen over een thema waar heel veel gelovigen mee worstelen. Dat was in mijn omgeving in Nunspeet en in Ermelo, waar ik gewoond heb, op de Veluwe al zo. Dat was in Zaandam, waar ik mocht werken, zo. En ik ontdek het ook in Woudenberg. En het zal op Urk niet anders zijn. Maar hebt u in uw geloofsleven de zekerheid van eeuwig leven? Wat me zo raakte zojuist in het getuigenis van beide broeders, dat was dat ze samen met hun vrouwen op de knieën gaan, maar ook de vrijmoedigheid hebben om met u en met anderen te delen de levende hoop die de Heer Jezus Christus in ons hart, in hun hart, in hun leven heeft gelegd. En om dat ook door te gaan geven op de plek die God aanwijst. Ik werd op een hele bijzondere manier bij dit onderwerp voor vanmorgen bepaald. Ik was eerst voornemens om een boodschap te brengen, niet wetend dat er avondmaal zou zijn in de dienst, over het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar woensdagmiddag kwamen mijn vrouw en ik bij een goede vriendin van ons. En ze was bezig met het opmaken van een rouwadvertentie, omdat haar broer, haar jongste broer, zeer plotseling door een windvlaag van het dak was gerukt en om het leven was gekomen. En ze was bezig met de rouwadvertentie en ik vroeg, kende je broer ook de Heer Jezus Christus? En toen zei ze heel eerlijk, dat is nou juist de moeilijkheid. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik namens mijn broers en namens mijn zussen op de kaart moet zetten, want over zijn geloof sprak hij zo weinig. Had wel een taak in de gemeente, maar daar werd eigenlijk nooit over gesproken. En dan denk ik, hoe kan dat nou toch? Als je in je hart, in je leven weet, ik heb mijn geloof gevestigd op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ik mag weten dat ik door genade een kind van God ben. Waarom getuig je daar dan niet van? Waarom spreek je daar dan niet van? Waarom deel je dat niet uit? Want dat is toch je grootste bezit geworden, wat eeuwigheidswaarde heeft, zelfs voor de toekomst. Dan wordt het een worstelen. Hoe anders was dat toen ik ooit met een tante van mijn eerste vrouw sprak over haar spoedige heengaan naar de Heer Jezus Christus. En toen zei ze, Aart, wil je mijn Bijbeltje even pakken? Daar ligt een blaadje in. Wil je eens lezen wat daarop staat? En daar stond dit. God de Vader ziet naar u uit. Of u tot hem komt. Hij wacht erop dat u uw hand in zijn vaderhand legt. Het is ja, het is nee en geen misschien. Misschien zegt u,
terwijl u hier zit vanmorgen, is het mogelijk om nu reeds in dit leven, terwijl we dus nog in het vlees zijn, zeker te weten dat we eeuwig leven bezitten. En dat we dus voor tijd en eeuwigheid zijn geborgen. Want je komt nogal wat mensen tegen die dat ten zeerste betwijfelen. Mensen die je eigenlijk willen doen weten dat zalig worden zoiets is als een lot uit de loterij. Tref je het, dan ontvang je het. Maar meestal tref je het niet. En in elk geval zul je dus moeten afwachten. En na de dood ondervind je dan al of niet of je hoort bij die gelukkige. Weer anderen geloven of willen je doen geloven dat je als mens ontzettend goed je best moet doen om daarvoor in aanmerking te komen. Met andere woorden, je moet heel vroom leven. En als men dan bij de hemelpoort komt, nou dan zul je wel bemerken of al je inspanningen die je als mens gepleegd hebt om jezelf te verbeteren en zo goed mogelijk naar Gods woord te leven, zal worden bekroond. Je mag naar binnen of je wordt onherroepelijk buitengesloten. Weer anderen zeggen, en dat klinkt al iets geestelijker. Ja, maar als het om deze dingen gaat, dan moet je toch de dag niet prijzen voordat de avond gevallen is. Want zeg nou zelf, je kunt nu op dit moment wel op het goede pad zijn. Maar je moet nog maar afwachten of je het volhoudt. Met andere woorden, alles hangt dan toch af van jouw trouw en van jouw volharding. Zouden nou al die stemmen van al die mensen die je soms ontmoet, als je spreekt over de kerk, over de gemeente, over het geloof, zouden die nou werkelijk gelijk hebben? Anders gezegd, hangt uw en mijn zekerheid van eeuwig leven werkelijk zo vaag in de lucht, als velen je willen doen geloven, soms zelfs met de hand op de Bijbel? Ik weet niet wat er in de loop van uw leven zo al door anderen tegen u gezegd heeft. Maar ik zou zo van ganser harte hopen dat u vanmorgen mij probeert te volgen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het woord van God daarin zo overduidelijk is dat er geen speld, maar dan ook geen speld tussen te krijgen is. Want wanneer het gaat over de zekerheid van eeuwig leven, dan laat de Bijbel ons boven alles in de eerste plaats zien. Die zaligheid ligt niet in onszelf. Die ligt niet in uw en mijn trouw of volharding. Maar die ligt alleen in God. Dus het is ook geen lot uit de loterij. Maar het is een goddelijke vervulling van een goddelijke belofte. En iemand heeft dat zo eens onder woorden gebracht. De grond waarop ik eeuwig bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouw. En daar alleen sterf ik, Heer. Er is de zekerheid van eeuwig leven. Een kind van God kan er zeker van zijn dat hij straks thuis komt bij de Vader. En die zekerheid spreekt uit het leven van de apostelen. Wat denkt u? Toen Jacobus was gedood door Herodes om de Joden een grote dienst te bewijzen, heeft hij ook Petrus gevangen gezet. Maar ja, met het oog op het naderende feest werd zijn terechtstelling nog eventjes uitgesteld. En dan lezen we dat geweldige verhaal
dat hij wordt bevrijd door God zelf die een engel stuurt, dwars door alle wachten heen en hem in de vrijheid stelt. En wat is dan zo opmerkelijk in dat gedeelte? Dat Petrus, die nauwkeurig weet dat hij straks hetzelfde lot zal ondergaan als Jacobus, waarschijnlijk zal die ook onthoofd worden, die ligt heel, heel rustig te slapen. De engel moet hem echt wakker maken. Zou u zo rustig kunnen slapen? Als u weet dat dat boven je hoofd hangt? Hij sliep gerust. Weet u waarom? Hij schrijft dat in zijn eerste brief. De eerste Petrusbrief. Hij schrijft dat hij een levende hoop had, ondanks zijn omstandigheden, die hem twee dingen verzekert. In de eerste plaats heeft hij in de hemel een onvergankelijke, luister naar die woorden, een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die voor hem bewaard wordt. En wat schrijft hij er dan achter? En dat hij, Petrus, ook bewaard wordt voor die erfenis. Weet u wie ook over de zekerheid van eeuwig leven zo nauwkeurig heeft geschreven? Dat was de apostel Paulus. Hij schrijft in 2 Korinthe 5... dat als hij weet dat zijn aardse tent stukje bij beetje wordt afgebroken, hij een gebouw van God in de hemelen heeft. En dan zegt hij erbij, niet met mensenhanden gemaakt, maar een eeuwig huis bij de Heer. Misschien zouden we in de gemeentes veel vaker moeten zingen dat prachtige lied uit de bundel van Johannes de Heer. O, denk aan het huis bij de Heer. Bedenk toch, broeders, zusters, vooral de dingen die boven zijn. En Paulus zegt, als nou elke toevlucht hier op deze aarde, en hij heeft wat meegemaakt, mij zou ontvallen, dan heb ik nog altijd die heerlijke toevlucht in de hemel. En daarom zegt hij in dit verband ook, bij die zinnen die hij hier bezigt in 2 Korinthe 5... en aan het eind van 2 Korinthe 4, tot 3 keer toe. En daarom verlies ik de moed niet. Daarom, zegt hij, zijn wij te allen tijden vol goede moed, zeker weten. Weet u wat voor Paulus gold? Voor Paulus gold wat een smid in Dordrecht op zijn naambordje had staan. Op dat naambordje stond werkplaats beneden, woning boven. Dus dat betekent gewoon, zijn werkplaats had hij beneden en hij woonde boven zijn werkplaats. Het zou wat zijn voor Urk. Als u de komende week een sticker maakt en die plakt u gewoon hier op revers of op blouse en u gaat zo door Urk lopen. Met alleen deze tekst erop. Werkplaats beneden, woning boven. Eens kijken wat je dan voor gesprekken krijgt. Waarom loop je met die sticker? Nou, zeg je, heb je even. Want voor de evangelie moet je de tijd nemen. We leven in een vluchtige wereld, maar heb je even. Zo'n uithangbordje zou je moeten maken voor je woning. Hier beneden is Gods werkplaats. En hij laat nooit varen het werk wat hij in jouw leven begon. In de Filippenzenbrief staat dat hij die in jou een goed werk is begonnen, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus als hij weer komt. Het ligt dus totaal in zijn handen. Maar God is wel hier op deze aarde bezig om jou en mij geschikt bereid te maken voor de hemel. En dat gaat met zagen,
met schuren, met bijtelen, met schudden, met kneden enzovoort geplaatst. Hier beneden onze worstelplaats, waarin we net als Jacob kunnen zeggen: Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dan ga je niet langer als een hele lichter door het leven. Maar dan ben je een Israël. Daarom zijn we te alle tijden goede moed. Hier is God met ons bezig. Ervaren we wat? We leren onze kinderen dat zoals klei in de hand van de pottenbak. We gevormd worden tot zijn heerlijk doel. En daarom zijn we te allen tijden vol goede moed. Als we Gods woord gewoon voor onszelf gaan lezen en bidden met Psalm 25, Heere, maak mij door uw woord en uw geest bekend hoe voor mijn leven uw wegen dienen te zijn, dan zul je altijd ontdekken dat er overal in het woord van God gesproken wordt over de onwankelbare zekerheid van eeuwig leven. En weet je wat je nergens in de Bijbel vindt? Ik zou zeggen, lees hem maar van begin tot eind. Je leest nergens over een ontkennend, ik weet het niet. Je leest ook niet over een onzeker, ik geloof het wel. Of nog onzekerder, ik zal het maar hopen. Nee, verre van dat. Overal klinkt om ons heen in Gods woord een onwankelbaar, ik ben verzekerd. En een zeker, ik weet toe. Ik heb jarenlang een zuster bezocht samen met haar vriendin. Ze waren allebei op hoge leeftijd, woonden bij elkaar en waren geweldige, fijne kinderen van God. En tante Gree, die zag zo uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Oh, ze hoopte dat zo mee te maken. En toen werd ze ernstig ziek en ging ze sterven. En op een gegeven moment werd ik gebeld: Aard, wil je komen? Want het lijkt wel alsof ik al mijn zekerheid kwijt ben. Ik dacht, tante Gree, jij je zekerheid kwijt? Ja, want we hebben te maken met een rover. De boze bij uitstek. Die nooit stopt met zijn giftige pijltjes af te vuren op jou en mijn gevoelsleven en op jou en mijn gedachten. Daarom staat er ook in de geestelijke wapenrusting dat je de helm van het heil moet aannemen. Daar moet je je hersenen, je hoofd mee bedekken, zodat die giftige pijltjes niet hun doel bereiken. Maar bij tante Greek deden ze dat wel. In de zwakheid van haar ziekte. En ik las met haar dat prachtige gedeelte uit Romeinen 8. Ik ben verzekerd. En dan worden daar allemaal dingen opgenoemd die niet in staat zijn om je te scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En toen ontdekte ik opeens tot mijn grote verbazing dat tante Greet daar twee woordjes bij geschreven had in haar Bijbeltje. Er stond bij geen antwoord. Ik zei, tante Greet, hier staat geen antwoord. Waarom heb u dat erbij geschreven? Nou, zegt ze, Paulus somt hier toch allemaal op. Wie ons niet kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus.
En dan zegt u dat ze geen van alle antwoord geven, want niemand is in staat om ons te scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Ik zal het nog een keertje lezen voor u, tante Greet. En ik las weer dat gedeelte. Niemand kan u scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. U werd stil. Zegt tante Greet, ik zal het nog een keertje lezen. Niemand kan tante Greet nog scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En toen ik het voor de derde keer ging lezen, toen zei ze, stop maar. Ik weet het weer. Daarom is pastorale begeleiding zo belangrijk in het leven van Gods kinderen. Niet alleen de zienswijze is belangrijk, maar ook de zijnswijze er voor elkaar zijn. Omdat God je in dit deel van dit lichaam aan elkaar hebt gegeven. Ook de apostel Johannes, waar net aan de kinderen het een en ander over gezegd is, vandaar dat ik dat schriftgedeelte niet heb gelezen, want daar kom ik zo op. Ook de apostel Johannes ontdekte hoe belangrijk het was dat hij een evangelie schreef, maar daarna ook nog een paar brieven. Want wat zegt hij in het evangelie in hoofdstuk 20, Johannes 20, vers 31, daar schrijft hij dit. Het is goed om dat even op te zoeken. Tussen twee haakjes, in alle hoofdstukken van het Bijbelboek Johannes, het Evangelie Johannes, gaat het om geloven. Dat kom je in alle hoofdstukken tegen op twee na. En ik ga u niet zeggen welke twee hoofdstukken dat zijn. Dat moet u zelf maar uitvinden. En lezen. Maar wat zegt hij dan als hij dit evangelie afrondt? Want dat is zo belangrijk. Dan staat er in hoofdstuk 20 vers 31 dit. Deze tekenen zijn beschreven, waarom? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat, tot twee keer toe, reden hè. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus om die reden heeft hij door de geest van God later zijn evangelie mogen opschrijven. Evangelie, een blijde boodschap voor ongelovigen. Zodat zondaren hem gelovig zouden aanvaarden en de onuitsprekelijke gave van eeuwig leven zouden ontvangen en genieten. En wat houdt hij dan elke keer voor in de hoofdstukken? Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Dat begint niet straks, dat is hier al begonnen op het moment dat je tot geloof kwam in de Heer Jezus. En zal straks in zijn volle volheid openbaar worden. Maar Johannes ontdekte wat veel zielzorgers ontdekken. Toch komt twijfel in het hart van mensen vaak weer naar boven. En daarom heeft hij ook een brief geschreven. Je zou kunnen zeggen, een vervolg op de consequenties van als je gaat geloven in de Heer Jezus Christus. Dan krijg je van tijd tot tijd met twijfel te maken. En als je er zelf niet aan denkt, dan geeft de tegenstander dat wel in je hart. En dan gaan we naar dat schriftgedeelte. Nou schrijft hij aan het eind van die eerste Johannesbrief, in 1 Johannes 5 vers 13 dit. Dan zegt hij opnieuw, dit heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus deze brief is gericht aan gelovigen. En dan komt het. Opdat gij, en wat staat er dan? Weet dat gij eeuwig leven hebt. Niet zult krijgen,
maar hebt. Hier en nu reeds. En die verzen 10 tot en met 13 van 1 Johannes 5 vertellen ons heel duidelijk en eenvoudig hoe we kunnen weten dat we het eeuwige leven bezitten. Die eerste brief bevat slechts 5 hoofdstukken. En de broeder die net het kindermomentje heeft geleid, vroeg aan de kinderen, als ik nou ga lezen, hoe vaak gebruik ik dan geloven of een vorm van geloven? En weet u wat het sleutelwoord is van de eerste Johannesbrief? Dat is het woordje weten. En als u deze 5 hoofdstukken voor Goede Vrijdag en Pasen eens weer gaat lezen, en u zet elke keer onder weten een streepje, dan komt u tot 40 keer. Dat is dus de sleutel van het begrijpen van de eerste Johannesbrief. Een steeds terugkerend refrein om de gelovigen de zekerheid van eeuwig leven te geven en te bevestigen. Deze dingen, schrijft Johannes, heb ik geschreven. Dus dat slaat op datgene wat eraan vooraf gaat. Nou, op dit getuigenis van God dient dus uw en mijn volle verzekerdheid te rusten. Van dit zekerheidgevende getuigenis van God worden ons in vers 11 en in vers 12 4 dingen gezegd. Als eerste, God heeft ons eeuwig leven gegeven. Dus het gaat hier niet om datgene wat God ten diepste gezegd heeft. Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. Maar het gaat hier ten diepste om wat God gedaan heeft. God gaf leven. Eeuwig leven. En deze onuitsprekelijke gave van het eeuwige leven is gegeven aan wie? Aan zondige mensen. In 1 Johannes 1 vers 2, het begin dus van deze brief staat, het leven toch is geopenbaard. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. En dan komt het, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Het eeuwige leven was bij de Vader en in hem zien we wat dat eeuwige leven is. Leven dat niet slechts eeuwig is, omdat het geen begin heeft en geen eind. Maar leven dat eeuwig is qua karakter. Omdat het het leven is van de eeuwige God. Eeuwig leven is dus het eeuwige, is het leven van de eeuwige levende God. Nou, en dat staat in heel sterk contrast met het leven hier op deze aarde. En wat mooi dat er een jongerenavond hier is op Urk komende zaterdag, heb ik net begrepen uit de mededelingen. Waarin ze er attent op gemaakt worden hoe belangrijk dan juist, als je ziet wat er in deze wereld gaande is, op weg naar een hopeloos einde, wat het dan betekent dat jouw hart, dat jouw leven gevuld mag zijn met een eindeloze hoop. Het eeuwige leven omvat zowel het heden als de toekomst. Dus dat eeuwige leven was bij God en is in God, maar het is geopenbaard. En wat lezen we dan? Vervolgens in 1 Johannes 5 vers 11, dit leven is in zijn zoon. En terecht heeft Roelof aan het begin van deze dienst gezegd en gebeden, geen andere naam dan de naam van Jezus. Ik weet nog,
Toen we op school van het ministerie van Onderwijs het bericht kregen dat we tijdens de lessen ook aandacht moesten geven aan alle wereldgodsdiensten, sloeg dat in als een bom bij de christelijke scholen. Word je gewoon opgelegd en dan hoor je het maar te doen. En ik heb toen voorgesteld om het zo op te nemen in ons schoolwerkplan. En er is nooit, gelukkig nooit, een inspecteur geweest die daarop of aanmerking over gemaakt. Hebben we gezegd, dat zullen we doen. We zullen de kinderen van die wereldgodsdiensten vertellen. Maar we vertellen ze er wel dit bij. Wat er staat in Handelingen 4, vers 11 en 12. Namelijk dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor een mens behouden kan worden dan door Jezus Christus. Dit leven is in zijn Zoon. En dat kun je ook een eindje verderop in de brief lezen. Want daar staat dan in Johannes brief, de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 5, vers 20, dus bijna aan het eind van de brief, dan komt het weer. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En dan moet je eens lezen wat daar staat, zo mooi hè. En ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Met andere woorden, eeuwig leven kan los van Jezus Christus ons bezit niet zijn. Dat leven is in hem. En als straks de tafel van de Heer geopend gaat worden, wordt dat ook heel persoonlijk aan u gevraagd. Of u van harte kunt belijden, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, want zijn liefde zocht mij. En het bloed van Christus kocht mij en door genade ben ik een kind van God. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. De tragiek van Israël is geweest dat we in deze dagen herinnerd worden aan het feit dat ze geroepen hebben, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En de gemeente is ertussen geplaatst en straks gaat God zijn goddelijk plan met zijn oogappel verder uitvoeren. Maar nu is het aan ons om gehoor te geven aan deze rijke boodschap. Zeggen wij dan met Johannes 1 vers 14... Wij, ik, vul je eigen naam maar in, heb zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders. Vol van genade en waarheid. In Johannes 5, vers 39 tot 40, zegt de Zoon des Vaders dit tegen de mensen. Hij zegt, jullie onderzoeken de schrift. En dan moet je bedenken, ze hadden toen nog maar alleen het Oude Testament. Jullie onderzoeken de schriften. Jullie onderzoeken de geschriften van het Oude Testament. En jullie menen daarin eeuwig leven te hebben. Nou zegt de Heer Jezus, en deze zijn het die van mij getuigen. Denk, de beide broeders die naar de Bijbelschool gaan, straks ongetwijfeld ook een vak zullen krijgen waarin ze leren Christus in het Oude Testament. Want je gaat ontdekken, wat is dat woord van God toch rijk? Want alles wat in het Oude Testament gebeurde, past naadloos op het Nieuwe Testament. Het is één geheel. Want het is de vervulling van de belofte over het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus zegt er ook iets achter. En toch wilt gij niet tot mij komen? En dat brengt me bij dat derde punt. In 1 Johannes 5 vers 12. Daar staat wie de Zoon heeft. Heeft het leven. Hem aannemen dus. Als je persoonlijke heiland en verlosser. Heeft tot gevolg dat het leven met hem en het leven in hem
in jouw leven is gekomen. En om dat leven te hebben, moeten we dus Christus die ons leven is, hebben. Maar weet je wat nou zo jammer is? Dit vers is nog niet af. Er staat nog iets achter. Er staat een ernstige keerzijde achter. En ik hoop zo van ganser harte dat die voor niemand geldt die hier vanmorgen aanwezig is. Jong of oud. Want er staat dit achter. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Alleen zij die de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, bezitten, die hebben eeuwig leven. Als ik hem in het geloof aanneem, ontvang je eeuwig leven uit God. En dat leven is dus niet uit jezelf voortgekomen, maar het is door God in jou en in mij gelegd. En dus is het goddelijk. En daarom is het ook eeuwig. Ik ontving dat leven toen ik tot geloof kwam. Toen ik waarmaakte wat een prachtig lied. Uit de bundel Glorieklokken zegt: ik heb geknield bij Jezus, met het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. En weet je welk verlangen je dan krijgt? En daar hebben beide broeders vanmorgen zo'n heerlijk getuigenis van af te geven. Dan ga je waarmaken wat de Heer Jezus zegt: doe handeling totdat ik kom. Zorg toch dat ieder het weet. En begin gewoon in je gezin en in je directe omgeving en in je familie getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. En als het moment komt dat jij straks die eeuwige heerlijkheid ingaat en je familie om de tafel zit, of misschien wel je gezin, dan ze één ding zeker weten. Wat zullen we hem of haar straks missen? Maar we zijn geen verslagen mensen. Want degene die we naar het graf gaan brengen is overleden. Hij is nu over het lijden heen in de hemelse heerlijkheid. Mieke en ik hebben allebei onze partner naar het graf gebracht. En weet je wat de mooiste dingen zijn? Dat als ze vlak voor hun heen gaan, zo getuigen van de hoop die in hen is. Je mag ze niet eens meer terugwensen. Want het mooiste is, daar zien ze Jezus. Dus nog voordat ik bij God ben gekomen, kwam Hij naar mij in de persoon van de Heer Jezus Christus. Nog voordat mijn hart in de hemel is, is de hemel nu al in mijn hart. Kijk, en daar getuigen beide broeders van, met alle menselijke zwakheid. Want de E van hun ik is omgebogen in de C van Christus. Ze willen hem volgen. En dat vraagt God ook van u en mij. En hoef je niet allemaal urk uit. Want hier zijn nog zoveel mensen die die zekerheid van het geloof missen. Die zondag en zondag en in andere samenkomsten hun plaats innemen. Maar als je vraagt, en hoe zit dat nou met jouw zekerheid omtrent eeuwig leven? Zoals die oudere broeder die Mieke en ik onlangs bezochten. Hij slaat nooit een dienst over en nu ze niet meer kunnen vanwege ziekte en ouderdom, luisteren ze elke zondag. Ik zei: broeder, hoe is het nou met je geestelijk welbevinden
En hij zei, broeder Havenkamp, ik heb zo'n angst voor de dood. En wat zegt Hebreeën 2? Dat de Heer Jezus daar nou juist voor gekomen is. Om de angst voor de dood uit ons leven weg te nemen. Want ons wacht een heerlijke hoop. Dus nog voor u en ik de eeuwigheid ingaan, is de eeuwigheid al in ons gekomen. Zijn kracht, Roelof zei het, raakt nooit uitgeput. Zijn trouw houdt eeuwig stand. En door Gods genade, en ik weet niet in wat voor tijd we nog komen te leven, maar Gods genade zal het uithouden tot het einde. En daaraan hebben u en ik genoeg om deze reis naar de hemel aan te vangen, voort te zetten en te voleindigen. Onderstreep dit gedeelte in je Bijbel. En laat mensen het lezen als ze daarmee worstelen. En zeg, zullen we samen Psalm 68 vers 10 zingen? Waarin die schitterende woorden staan, die men dan al zo vaak gezonden heeft, maar men dat nog niet heeft durven omarmen. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl. Wat? Mij, het eeuwig zalig leven. En hij kan, en hij wil, en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Is dan niet gepast dat we deze woordverkondiging, voordat we de tafel van de Heer gaan openen, zingen met één couplet te zingen van dat prachtige lied. Waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij? En als u daar geen zekerheid over hebt, ga niet dit gebouw verlaten, maar bid met mij of met de broeders om dat in uw leven te bevestigen. Maranatha. Halleluja. Amen.